mij een eer en een blijdschap om aan te mogen kondigen de spreker van vandaag, broeder Daniel Rajkumar. Heel dankbaar voor deze man van God. Hij is worden vertaald door zijn dochter Deborah. En ik had al eerder hem willen vragen, maar door drukte en praktische dingen kon dat niet zomaar gebeuren. Hij bereidt zich heel grondig en goed voor op een boodschap. En we zijn dankbaar, broeder Daniel, dat u vanmorgen het woord met ons wilt delen. Volgende week zal hier Jacob Wups met ons de boodschap doorgeven, de boodschap delen. We zijn heel blij met zijn input voor de gemeente ook aan bijdragen. Maar vandaag uit eigen omgeving, onze broeder Daniel en Deborah, dankjewel. Applaus voor deze lieve, kostbare mensen. Dankjewel. Jij doet deze, papa doet die. Dat is Preach it. Goedemorgen, Lightbearers. Brothers and sisters. Goedemorgen. Jullie luistert voor Deborah. Deborah luistert mij. Nou, naam tolde kollegra aandavar uirode lekraar. De God die wij geloven, hij leeft. Our parsu taavi aandavar aag inge lekraar. Als de Heilige Geest is hij hier in ons midden. Our waak maaradavar. Hij verandert niet van zijn beloftes. In de naalilee ungelode kude oru siriya kaariyathai naan paarndu kolla virumbugiren. Vandaag zou ik graag een aantal dingen met u willen bespreken. Aaviyinaale eppozhudhum unarullavargalaai irukka vendum. We moeten in de Heilige Geest bewust en gevoelig zijn. Idhu oru miga mukkiyamaana oru kaariyam. Dit is een belangrijke zaak. Aaviyile naam unarullavargalaai irukka vendum. We moeten bewust zijn in de Heilige Geest. Idhanaan oru siriya kadhaigal moolamaga sila vasanangal moolamaga vilangapaduthuren. Dit wil ik graag uitleggen door middel van verhaaltjes en door teksten. Ethana per vedathai vaasikkiravargal irukkindreergal thodarndhu. Wie van u zit hier in de zaal die regelmatig uit het woord leest? Ja, ook. எத்தனை பேர் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக விசேஷமாக நீதிமொழிகளை வாசிக்கிறவர்கள் wie van u zit hier die speciaal uit Spreuken leest het boek Spreuken ja ja nou kijk அதிலே 31 hoofdstukken er zijn 31 hoofdstukken in Spreuken ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு உள்ள voor elke dag een hoofdstuk. நீங்கள் அதை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுவார். Wanneer u spreekt, wanneer u leest uit Spreuken, zult u merken dat God tot u zal spreken. நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு பழக வேண்டும். Wanneer we kinderen van God zijn, moeten we leren om Gods stem te kunnen verstaan. நாட்கள் நாங்கள் பழகும் போது தான் அந்த சத்தம் எங்களுக்கு தெரியும். Door de dagen heen zullen we langzamerhand gewoon leren hoe we Gods stem kunnen verstaan. நாம் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த வேத வசனத்தை நாம் வாசித்து அதுக்கு பிறகு நாங்கள் மீதி காரியங்களை பார்ப்போம். Laten we als eerste een stuk uit het woord lezen en daarna gaan we verder kijken. நாங்கள் வாசிப்போம் யோவான் எழுதின 1 யோவானஸ் laten we lezen uit 1 Johannes hoofdstuk 2 26 tot en met 29. Van 26 tot en met 29. Ja. Oké. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die van u... die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen... en die zalving is waar en het is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Johannes 3, 1 Johannes 3,
9 en 10. Oké, de volgende tekst is 1 Johannes 3, vers 9 en 10. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Aandoor de plegelijke, voor etcheripo epolum rekwijnen. Kinderen van God moeten altijd een soort waarschuwing hebben. Pastoraal namak or waarschuwing vendum. Dat kan bijvoorbeeld via de pastor, dat hij ons een soort waarschuwing geeft. Illavittal moopergalal waarschuwing vendum. Of via de oudsten een waarschuwing. Sunday school teacher moolamaga pilligalukku or waarschuwing irukkanum. Voor de kinderen bijvoorbeeld via de zondagsschoolleiders. Ella pakkangalilum engalukku waarschuwing irukka vendum. Vanuit alle kanten is er een soort van waarschuwing voor ons. நீங்க ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு போனாலும் அங்க ஒரு வாஸ்கியூரிங் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து வாஸ்கியூரிங் ஒன்று இருக்கும். Wanneer we bijvoorbeeld naar het treinstation gaan, is er een ander soort waarschuwing voor ons. பெற்றோர்களால் பிள்ளைகளுக்கு வாஸ்கியூரிங் இருக்கிறது. Als ouders hebben wij ook bepaalde waarschuwingen die wij aan kinderen doorgeven. நாம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஆவியானவர் எங்களுக்கு அநேக காரியங்களை வாஸ்கியூரிங் பண்ணுகிறார். En voor ons allemaal heeft God, zoals in het algemeen voor ons allemaal heeft God een waarschuwing voor ons. விசேஷமாக ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற எங்களுக்கு வாஸ்கியூரிங் கட்டாயம் அவசியம். And zeker voor ons als kinderen van God is er een waarschuwing nodig. எத்தனை பேர் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள்? Hoeveel van u gelooft dit? Amen. Amen. இந்த யோவான் சுவிஸ் இந்த 1 யோவான் புத்தகம் முழு புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது Wanneer u het hele hoofdstuk van 1 Johannes leest, in de puttagathukku oru thalaippu undu. Is er een hoofdstuk, een titel. Kartharodu ulla aikyam endru dhaan sollapadugirathu. There is een soort band, een eenheid met ons en God. Muludhai vaasi paathal appadi dhaan irukku. Als u alles leest, zult u daar achter komen. De afgelopen dagen hebben we het in de gemeente gehad over de Heilige Geest. Amen. Amen. Bijvoorbeeld in de connectgroepen of in de bidstonden hebben we het hier over gehad, over de Heilige Geest. In de Heilige Geest op het in Angel Pakenbode, Iwer Wande, Moendrawde Nabber. Als we het hebben over de Heilige Geest, is hij de derde persoon. Wanneer bijvoorbeeld twee mensen aan het vechten zijn. En er komt een derde persoon bij om, om het gevecht zeg maar, op te lossen. Dan zeggen die andere twee, nee, jij bent de derde persoon, nee, je hoort er niet bij. Twee buren van het vechten pannen. Als twee buren aan het vechten zijn. Aardte buren van de pees kadetja. En de derde buurman die komt daarbij staan. Aanzolang niemand derde niet waar kunnen. Dan zeggen ze nee, jij bent de derde buurman, jij hoort hier niet eens bij te staan. Aaneger, en de persu tavi aan het verjom, ipperdan odikwechelra. En heel veel van ons hebben ook de Heilige Geest zo als die derde persoon ernaast staan. Pida, Kumaran, Parsutavi, Moende Perum, Ondraga Weerkranga. Maar de Vader, Zoon en de Heilige Geest zijn alle drie als één persoon. Parsutavi Anavar, Kriya Segre, Ore, Parsutavi Anavar, Kriya Segre, Ore Veda Mundo. Er is een bepaalde manier dat de Heilige Geest werkt. Namak Teriade, Mudiade Karingalile, Ore Udevi Segre. Zelfs op manieren dat wij het niet weten, dan kan hij daarin werken. இது ஒரு கடைசி காலமாக இருக்கிறபடினாலே இந்த வார்த்தைகள் நமக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Omdat we leven eigenlijk ook in de eindtijd, zijn deze woorden voor ons geschreven. இந்த காலங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு அவசியமாக இருக்கிறார். En vooral in deze tijd hebben we echt de Heilige Geest nodig. ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உங்களை திக்கற்றவளாய் விடேன். God heeft gezegd, ik zal u niet als alleen laten. நான் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புவேன். Ik zal u de Heilige Geest sturen.
அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். And the Heilige Geest die werkt in ons. நாம் நடத்தப்படுகிறோம். We worden geleid, gestuurd. ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும்போது அவர் நடத்தும்போது நம்முடைய பாதைகள் விசாலமாயிருக்கும். Wanneer we elke dag onszelf opgeven ook aan de Heilige Geest zullen onze paden ook zullen onze paden ook breder gemaakt worden. In de tadei vandalum aan de tadei aandoor nikwaar. Wanneer we obstakels op ons weg vinden, zal God die laten verdwijnen. சில நேரங்களில் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு சாத்தானால் வருகிற தடையா தேவனால் வருகிற தடையான்னு தெரியாது. And soms vinden we het moeilijk om te onderscheiden of sommige obstakels door de Satan gelegd is of door God gelegd is. நாங்க எல்லாருமே சாத்தானத்தை நாங்க சொல்றோம். En wij allemaal zeggen eigenlijk meteen het is de duivel die dit op mijn pad heeft gelegd. நான் ஒரு கதையை நான் ரெடி பண்ணேன் கொஞ்சத்துக்கு முதல்ல. Een paar minuten geleden heb ik een verhaaltje zelf bedacht. In de zonde Deze heb ik zelf bedacht. Een keertje komt onze broeder Ralph de kerk binnengelopen. Aan de gate was er le Satan en de alle bij de poort hiervoor is de duivel aan het huilen. Apollo Ralph baat keertar, ongeveer Jezus heeft een churchje gewaarwaren. En Ralph die vraagt aan de duivel, wanneer komt jouw God, wanneer komt Jezus hier? Maar Ralph zei een woord. En Ralph zei? Hij heeft een woord, in de nere woord, en ik weet het. Oh, dat vroeg dus de duivel. Ralph die zegt, wanneer God komt of waar hij komt, dat weet ik niet. Satan keert aan Ralph te... En de duivel vroeg toen aan Ralf, oké, wat ga jij dan doen? Ralf zegt, ik ga wat de taken die God aan mij heeft gegeven, ga ik in de kerk uitvoeren. En toen vroeg Ralf aan de duivel, oké, wat heb jij dan nodig? Waarom ben je aan het huilen? Ik moet eigenlijk, de duivel antwoordde, ik moet bij Jezus eigenlijk gaan klagen. En waarom is dat? Omdat iedereen die in de kerk zit, die geeft mij de schuld van alles, antwoordde de duivel. En ik moet naar Jezus toe om dit even uit te leggen. Dit is gewoon als een grap bedoeld natuurlijk. Gewoon iets wat ik heb bedacht. Zo heb ik heel veel verhalen als dit. Ja, wij moeten weten wat voor obstakels er zijn. Want vaak dan zeggen we, oh, dit is van de duivel die dit op mijn pad heeft gelegd. Weet u ook dat ook God sommige obstakels op ons pad zet? Bent u daar achter gekomen? ஆவியானவருடைய சத்தம் எங்களுடைய காதுகளிலே கேட்குமேயானால் இது கர்த்தருடையது. Wanneer we de stem van de Heilige Geest leren te verstaan, dan zullen we weten wat het verschil is, of dit van God is of van de duivel is. En ik hoorde daar een vaste afspraak rond de half acht naar Amsterdam lerken. Ik heb bij mijn werk een vaste afspraak een keer gehad dat ik om 7:30 bij iemand thuis moest zijn. Naar in de bedrijfauto te konden horen dat waar ik al lang file. Toen ik met mijn bedrijfsauto in Hoorn stond, stond ik in de file. Thuis heb ik gebeden dat ik op tijd daar op mijn afspraak moest zijn en dat er geen obstakels op mijn weg moesten in zijn. In Hoorn McDonald's tot de file. Vanaf de McDonald's hier in Hoorn begon al de file. Drie kwartier lang file. Apriye still standing in there. Ja, ik stond helemaal stil. Niemand heeft mijn boosheid op dat moment gezien. In de vooruit naar in de paat. Alleen mijn vooruit heeft mij gezien. Christelijke muziek
போய்கொண்டிருக்கு ரேடியோவில். Er gaat nog steeds christelijke muziek in de auto. இது ஒண்ணுமே எங்க காதுக்கு கேட்கல. Geen enkele muziek heb ik gehoord. ஒரு ஜெபம் பண்ணி பார்த்தேன். ஆண்டவரே தடையை நீக்குங்க அப்படினு. Ik heb geprobeerd om te bidden, oh Vader God, laat deze obstakels weggaan. Drie kwartier lang. நான் முதலாவது என்ன ஆண்டவரே எனக்கு தெரியாது எனக்கு சமாதானத்தை தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன். Ik heb aan God gevraagd, Vader God, ik weet het niet meer, geeft u mij rust. Een tijdje later is alles weer normaal gegaan. Toen pas kwam ik erachter dat er 7 of 8 auto's vast zaten in een kettingboxing. Naan pona vegamum, allade naan pona and the time and the kurippitta paakumbodhu naan vanda and the kettingboxing la rendavathu auto illati moondavathu auto la naan irundirpen. Als ik het een beetje had berekend en als ik sneller daardoorheen was gegaan, dan was ik de tweede of de derde auto in die kettingboxing geweest. Naan schaamme panni pona. Ik voelde me helemaal beschaamd toen ik daaraan dacht. அந்த முன் ரவுட் அந்த ரவுட் இதுக்கு வந்துட்டு வாயர் பேச இருக்கு பேசியிருக்கும். அந்த கண்ணாடியும் தப்பிச்சது நானும் தப்பிச்சேன். தேவன் அந்த தடையை வைத்தார். God heeft dat obstakel voor mij neergezet. என்னை அவர் படிப்பிக்கிறார். Hij heeft mij geleerd. ஒவ்வொரு நாளும் நான் படிக்கிறேன். இதுதான் உண்மையான ஆண்டவருடைய ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளையினுடைய அடையாளங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவரை வந்து உலகம் இப்ப காட்டுகிற விதம் வேற. De wereld die laat een soort verkeerd beeld zien van de Heilige Geest. Heilige Geest van die pakel van de namberdeke kastamagita. Het wordt gewoon moeilijk gemaakt om in de Heilige Geest te geloven. Er zijn bijvoorbeeld sommige priesters die bijvoorbeeld hun jas uitdoen en over de mensen heen gooien. En heel veel mensen die omvallen. Er zijn zelfs achtergekomen dat er bij sommige plekken dat het zelfs is ingesproken van als ik dit doe dan moet iedereen omvallen. En wanneer er een aantal zijn gevallen, zijn er ook sommigen die gewoon rechtop blijven staan. En hoe gaan we hun nou weer om laten vallen? Nou, als je je sok uit de over ze heen gooit, dan gaan die ook al vallen. Voor die stank vallen ze al helemaal om. Maar God zegt, we moeten waakzaam zijn. De Bijbel, de waartegel, engelke, adetan zullen கடைசி காலமாக இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் விழித்திருங்கள். And that is what ook in het woord zegt, omdat we leven in de eindtijd moeten we waakzaam zijn. சில பேர் வந்து இங்க ஞானஸ்தானம் இங்க எத்தனையோ நாங்க எத்தனையோ பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தோம் இங்க. In dit gebouw hier bij Lijfbeelders hebben we al heel veel mensen laten dopen. எத்தனை பேர் இங்க சர்ச்சில் இருக்காங்க? Maar hoeveel van hen zit hier nog in dit gebouw? சந்தோஷம். Ja, blijdschap. மீதி எல்லாரும் எங்க? Maar waar is de rest dan? Bijbel சொல்லுது, வேதம் தெளிவா சொல்லுது, நீ ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னு சொல்லுது. In de Bijbel staat duidelijk wanneer u zich heeft bekeerd, laat u zich dopen. நான் ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியில நிறைஞ்ச பிறகு பாஸ்டர் பிகர் ஞானஸ்நானம் அவர் சொன்னார் இல்ல. Toen ik in de tijd dat ik me liet bekeren, voelde ik echt de zalving van de Heilige Geest. En ben ik naar de pastor toegegaan toen die tijd in Sri Lanka. Of ik me mocht laten dopen. En hij zei nee. Pastor kan daar naar Parsutavil Naranjadim. Zelfs de pastor had gezien dat ik vervuld was met de Heilige Geest, dat ik me echt had bekeerd, maar toch zei hij nee. De pastor zei, ik moet jou minimaal 1 jaartje even zien in de gemeente.
Sommigen die zeggen, wanneer ik mij laat dopen, dan kan ik naar de hemel gaan. Hemel waar ik in pola. Je mag tot aan de hemel gaan. Hemel wasel waar ik in pola. Je mag tot aan de poorten van de hemel gaan. Ana rechika patta dan ulluk pola. Maar wanneer u zich echt heeft bekeerd, dan kan je naar binnen gaan. Idele inna. Johan snaanagan jansana kodutar. Johannes de doper die doopte mensen. நிறைய பேர் வந்தவங்க ஞானஸ்தானம் கொடுக்க. Er waren heel veel mensen gekomen om zich laten dopen. ஆனா அவர் எல்லாரையும் தோப்பு பண்ணல. Maar hij had niet iedereen gedoopt. சில பேர் அவர் பேசின பேச்சுகள்லாம் ஓடி போனாங்க. Voor sommige woorden die de Johannes de Doper sprak, liepen al een aantal mensen al weg. ஞானஸ்தானத்துக்கு ஞானஸ்தானம் தான் இதுதான் அதுதான் முக்கியம்னு சொல்லி அங்க பேசல. Er werd niet gesproken, ja, het gaat echt letterlijk alleen om de doop. Anders had Jezus al lang al gezegd, nou, als jullie je allemaal laten dopen, dan kunnen jullie allemaal gewoon dopen. Maar het is een teken dat je echt vanuit het diepst van je hart echt je bekeert. We kunnen van de buitenkant heel goed laten zien hoe goed en hoe goed we in het geloof zijn. Maar het innerlijk, dat is waar het om gaat. Sommige eieren die nemen we en die koken we. En wanneer, nadat we het hebben gekookt, maken we het open en dan zien we van, oh jee, hij is niet, eigenlijk helemaal niet goed van binnen. Maar we hebben wel goed gekeken voordat we het gingen kopen. Duur aanal parwalen waangt wanneer. Misschien waren het zelfs dure eieren. Nou, maakt niet uit, laat het maar kopen. Engelde irdeem om idee polda. Maar ons leven, onze ziel is ook zo. Kartero engelde irdeem te parken. God kijkt naar onze binnenste. Engelde de boemile wijterekraar. Hij heeft ons hier op de wereld gezet om als licht te zijn voor anderen. In Sri Lanka geven ze niet zomaar de doop. Sri Lanka loor, adavadu, orter, enakku therinja nalla orter vandu, churchla njanasanam eduthar. Iemand die ik goed ken heeft in Sri Lanka zich laten dopen. Paar maanden later, toen mocht je naar de engel bergen. Ja, paar maanden later. Gaat naar Jeruzalem, ook bij Jeruzalem, dopen. Nou, is hij naar Jeruzalem gegaan en heeft hij zich weer daar laten dopen? Hadden we bergen, of ze naar de Jordaan leden, dat dan zei hij in de Jordaan gepond. En daarna zei hij: nee, als ik naar de Jordaan ga, dan moet ik eigenlijk daar me laten dopen. En dan moet je er gewoon alles zitten bij daar. En eventjes later is hij daarna overleden. Jonge leeftijd. Op jonge leeftijd. Bijna 34. Ja, bijna 34 jaar. Zullen wij liggen in je celebrating je collega bautisme met de baptisme drang? Er zijn sommigen die zich hier laten dopen. Inge op het dan Udupu matrang. Maar ergens anders gaan ze zich omkleden. Anger in de Noorden op het dan. En weer vandaar gaan ze weer naar een andere plek om hun haar te kammen en weer iets anders te doen. In Sri Lanka is er een gezegde. Palaya Pavi. Een oude zondaar. Nanenja Pavi. En een natgemaakte zondaar. Begrijpt u het verschil? Maar van binnen is er nog niet echt een verandering. En dit is de reden waarom de pastor in Sri Lanka dan meteen zegt nee. Je moet eens leren. Je moet als een getuige zijn voor ieder die hier zit. Je moet weten de regels van de kerk. Je moet weten wat geven is. Je moet leren wat gehoorzaamheid is. Hier zijn er 7 soorten regels die je echt moet weten. Deze regels moet je echt volgen.
En zo zijn wij ook zo opgegroeid naar de doop. Aan ons vraagt niemand, waarom ben je niet naar de kerk geweest? We gaan al automatisch al naar de kerk. Omdat je Jezus in je hart hebt en je weet van dit is belangrijk. In de Bijbel staat dat wij als een licht voor de wereld zijn. In Sri Lanka, wanneer er een familie voor een vrouw zoekt, dan zeggen ze altijd in Sri Lanka, we zoeken voor dit huis iemand die licht kan brengen in dit huis. Die vrouw wordt dan gezien als een licht voor het huis. Op veel plekken wordt er dan naar een vrouw gezocht voor de man. Zoals er in Spreuken staat. Het is heel moeilijk een goede vrouw te vinden. Ik niet, ik zeg, maar Bijbel. Ik zeg het niet, maar de Bijbel zegt het. Ja, echt moeilijk hoor. En alle mannen en vrouwen die hier zitten, die zijn echt gezegend hier. Jullie zijn allemaal door God gekozen. Ik weet niet hoe jullie thuis zijn. Wanneer ze een vrouw hebben gevonden, brengen ze haar naar het huis. En dan zeggen ze van, wauw, je bent echt het licht voor dit huis. En ze blijven haar maar zo blij maken met dit soort woorden. India, Sri Lanka, een soort cultuur. Dat is echt het soort cultuur in Sri Lanka en India. Wanneer we echt Gods kinderen zijn, zijn we echt als het licht. Voor de wereld. Bij het dopen gaat het er echt om dat je gehoorzaamt. Wanneer er geen gehoorzaamheid is, dan is er niet echt het nut om echt nog als een soort christen te leven. In een boot heb je een bodem. Een bus heeft 4 wielen. Fiets heeft ook 2 banden. Maar van een boot, als hij geen water heeft, dan is er geen nut aan de boot. Maar als je een boot en water hebt, maar geen kapitein hebt, dan heeft het ook geen nut. Voor ons allemaal is Jezus de kapitein in ons leven. Als dat zo is, dan is het goed. Is dat ook zo bij u? Geeft u zichzelf elke dag over aan God? Soms dan zien we ergens heel mooi werk en dan zeggen we, oh ja, Vader God, geeft u mij dat werk. Maar we krijgen helemaal dat werk niet. Maar gewoon iemand, een buurman of zo, of iemand die naast u staat, die krijgt misschien wel dat werk. En die is misschien helemaal niet gekwalificeerd daarvoor. En wij zeggen meteen, ja, het is de duivel die dit heeft, die in de tussen, die dit heeft doorbroken, zeg maar. Voor mij heb ik zoiets meegemaakt. Het bedrijf waar ik 8 jaar heb gewerkt is failliet gegaan. En toen ik thuis kwam, dacht ik, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik
En ik heb gebeden, oh Vader God, ik weet niet hoe ik nog... En Vader God, ik weet niet hoe ik nog rond moet komen, hoe ik ook de tiende kan betalen. Vader God, ik kan niet op zoek gaan naar werk, maar laat het werk naar mij toe komen. Anal enak oru vedana irundhathu Satan andha na evlo jebichan the fight fight ay pokudan solli jebichan analum naikka. Maar toch voelde ik me gewoon best wel verdrietig omdat ik zo hard had gebeden dat het bedrijf gewoon niet failliet moest gaan. Naan andha bedrijfla irukkumbodhu naan vitta kannir vandu enna wife ku theriyum pillaigalukku theriyum naan alada edame kedaiyadhu. De tranen die ik eigenlijk voor het bedrijf heb gelaten, die heeft mijn vrouw gezien, die hebben mijn kinderen gezien. Het is echt zo geweest. அந்த பிதிராய்ப்பில் இருக்கிற பொல்லாத ரசிசான் ஆக்கள்கிட்ட தான் என்ன எப்பயுமே வேலைக்கு போடுவாங்க. Elke keer wanneer ik bij het bedrijf werkte, werkte ik altijd met collega's die altijd heel erg racistisch waren en heel erg tegen mij waren. Zelfs sommige woorden die ze in het Nederlands spraken, die kon ik zelfs soms niet eens verstaan. Voorbeeld, warme huizen. Ja. Scharekom. Mijn skeer komt met het verschil tussen mijn schaar en mijn skeer. Oh, mijn skeer, na het derde van het dan ben ik het op zoek, maar ik kan het niet vinden, want ik weet niet wat het is. Nederlandse school heb je de schaar. Wat ik op de Nederlandse school heb geleerd, is schaar gewoon schaar. En voor iedereen zetten ze mij beschaamd. Ik denk dat God elke situatie zo heeft gezien van mij. Maar ik ging tegen niemand in. Ik ging nooit ruzie zoeken met hem. Tot op een dag dat ik het gewoon niet meer aankom. Dat ik echt ook eigenlijk een mens van vlees en bloed ben, heb nee, ik echt gemerkt. Ik zei tegen mijn vrouw, vandaag kom ik niet thuis. Er is altijd een collega die echt altijd drinkt en echt zo op mijn werk komt en altijd mij loopt te irriteren. In een Sri Lankaanse cultuur geven ze nooit iemand meer kansen dan drie. Cultuur, hè? Ja. Ja. Naam aandoor die pullegel, apri zeer kudar. Maar wij zijn kinderen van God en we moeten niet zo zijn. Ramba kastum. Het is heel moeilijk. Vandoor enak weer oor bedrijf kubele kadichudu. Toen ik daar aankwam, was er een ander bedrijf die werk gaf. Ande aandoor enak unnartanar. Hey. En God liet mij zien. Naan thaad stoppan. Ik heb dat gestopt. Tamode pullekaga vendi kadalee avar pirikirar. Voor zijn God geeft voor zijn kinderen, spreidt hij de hele oceaan voor ons. Amen. Amen. Geloof. Staat u achter de Heilige Geest of voor de Heilige Geest? In Sri Lanka gaan altijd de herders achter de schapen aan. Waar de schapen ook invallen, daar gaan ook de herders achteraan. Maar in andere landen gaat de herder voorop en lopen de schapen erachteraan en luisteren ze naar de stem van de herder. Hij heeft een kool vachirukraan, adhila thuni suthi irukkum, oru enna kuppi irukkum. Hij loopt met een herderstaf, met een doekje met olie daaraan. Een klein beetje olie daaraan. Weet u waar dat voor is? Nog in de andere hand heeft hij een stok. Aan de tadi, aan de kool, aarde, het is makkelijk om met de staf een schaapje op te tillen. Of te corrigeren. En de oil bande talekje teken. En de olie is om op het hoofdje te smeren. En de pullegalle poekalle erikra bande te, en de sinnaba pullegal bande moekukulala poyo. Op de waar ze langs gaan in de velden heb je ook de bloemen en de wormpjes of dingen die kunnen in hun neusjes gaan. Adigalke bande te or sali pidichonna en dan een satam bodu. En wanneer het als een slijm in hun hoofd zit, dan gaat het de hele tijd niet goed met ze. Meetpan aan de enne olie teetje, een koel aan worden.
En wanneer de herder het olie op hun hoofdje smeert en wanneer het koel wordt in hun hoofd, dan moeten ze gaan, dan beginnen ze te niezen. En de puluken en de bacteriën allemaal weg. Dan gaan alle bacteriën en kleine dingetjes die vastzitten, gaan dan weg. Andor zo raar, David zo raar. En David zegt: je hoofd zal ik met olie zalven. Als u echt bedenkt wat voor een geweldige God wij dienen. En hoe dichtbij hij is met ons. Zoals een moeder ons troost, zo troost hij ook ons. En als we naar dit alles kijken, is het belangrijk dat we gehoorzamen aan de Heilige Geest. En ik wil nog een klein paar dingetjes bespreken, dan sluiten we af. Er was een koning die een leeftijd had bereikt om zich om te gaan trouwen. Hij ging heel wat kilometers reizen om eigenlijk een vrouw te vinden. Hij wilde graag een vrouw trouwen van een andere koning. Hij was op zijn paard gestapt met wat eten en met zijn met een geweer en toen hij de grens had bereikt van het land waar hij moest zijn. Vond hij het moeilijk om het paleis te vinden? Toen hij iemand tegenkwam, vroeg hij: ja, ik wil graag de dochter trouwen van een koning, maar ik kan het huis niet vinden. En meteen zei die man: oh nee, het gaat echt niet doen hoor, echt niet die vrouw trouwen. Grote bek. Ze heeft echt een grote mond. Ze is echt een vreselijke vrouw en ze luistert echt niet. Er zijn heel veel koningen die zo net als jou langs waren weggerend. Geweest en ze waren gewoon weggerend. En toen kwam hij nog iemand tegen en die zei precies hetzelfde. Aan de palace school poit daar. Toen is hij uiteindelijk het paleis binnengegaan. Toen hij de vader van de dochter dus zag, dus die koning, heeft hij gevraagd: ik wil graag met uw dochter trouwen. En de koning in de man zijn de kale bullende kindje alle daar ayo thuis zei tegen de magelaar katadingen. En de koning viel op de knieën bij de voeten van die andere koning en hij zei: alsjeblieft trouw niet met mijn dochter. Je zou in één minuut gewoon echt doodvallen. Iedereen die hier langs is geweest, heeft gewoon niet met haar getrouwd. En toch zei de koning: nee, het maakt niet uit, ik zie het wel, het komt wel goed. En de vader van die dochter die zegt dus: oké, nou, hij luistert niet, oké. Ze hebben de dochter een mooie trouwjurk aangedaan en op het paard gezet. Ze zijn nu onderweg. En terwijl ze onderweg zijn, gaat alles een beetje andersom nu. De paarden van de NSC had u rare doen. En nu is de vrouw wel normaal, maar het paard die misdraagt zich helemaal. Links, hij luistert niet. En omhoog. Raja Ja, en de koning die snapt er helemaal niks van. Het paard was gewoon heel normaal. Rechtdoor en rechtdoor. Wanneer je rechtdoor moet gaan, moet je rechtdoor gaan. Links en daar links. Als je naar links moet gaan, moet je naar links. Links, rechts. Kiel padi na kudra. Het was een paard die altijd gehoorzaamde. Maar hij begon helemaal raar te doen. De koning die zegt: oké, eerste waarschuwing.
Okay, kilometer pochudu. Okay, weer een kilometer verder. Trimaselapda problem. Weer hetzelfde probleem. Theriyad enna adukku. Hij snapt gewoon niet wat er aan de hand is. Raja sana tweede waarschuwing. Oké, het koning zegt tweede waarschuwing. Poi kontra kudra. Oké, en de paard gaat weer verder. Kadesiya oru oru adathila poi thirumbum adude periya attakasam thodangi. En weer een paar meters verder, 4 kilometers verder, gaat hij weer heel raar lopen. Takkana ganna eduthar derde waarschuwing onnu meela suttudalta. En meteen pakt hij zijn geweer en doet meteen de derde waarschuwing. Paard wilde door cardboard petty volle kilogram. En zoals een kartonnen doos omvalt, zo viel de paard om. Mailer en aan de potten willen worden in de Nederlandse Sagadi Kimel. Natuurlijk gaat de bruid met haar hele mooie bruidsjurk valt met het paard om in de modder. Ik ben hier een netje waar ik heb hier gemaakt. Denk u maar eens na hoe dat moment nu geweest zal zijn. Aan de pombele, de baaien terrende op. பயங்கரமாய் பேசி அவனுக்கு முட்டாளன்னு சொல்லி அவன் பயங்கரமா திட்டி பெரிய தண்டா குழப்பத்தை தொடங்கி. En toen begon de vrouw haar mond open te doen en begon helemaal hem uit te schelden en met alles wat niet goed is en ja. அந்த ராஜா சொன்னாரு நாங்க நிறைய தூரம் போகணும் குதிரையும் இல்ல நடக்கணும் என்று. En de koning zegt we moeten nog heel wat kilometers gaan en nu hebben we geen paard dus nu moeten we gaan lopen. அவர் பொம்பளை பாச நான் ஏஸ்ட் வாஸ்கிறீங்க. En hij keek naar de vrouw en hij zei, eerste waarschuwing. En dan kan je naar een moeder. En dit verhaal maak ik zelf even af. Zelf aan nadenken op een moeder. Ik heb er zelf over nagedacht om dit verhaal af te maken. Aan de pombel, aan de pen. Kadeesi marana tarwai warekum. En deze vrouw heeft tot aan haar sterfbed gewoon nooit meer haar mond opengemaakt. Zelfs op haar sterfbed wilde ze graag eigenlijk haar mond een paar woorden zeggen van hoe dankbaar en blij ze was met haar man. Maar als ik mijn mond opentrek, dan trekt hij natuurlijk zijn geweer naar boven, dus ik zeg maar beter niks. Ze ging gewoon haar hoofd schudden en toen was het leven klaar. Maar ook dit, broeders en zusters, is ook gewoon een als een grap bedoeld. Maar gehoorzaamheid. Het is zo belangrijk om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dat is niet alleen dat we onderwerpelijk zijn, maar ook dat ஆவிக்குரிய சத்தம் ஆண்டவருடைய சத்தம் இதுதான் என்று சொல்லி கேட்கக்கூடியதா இருக்கும். En dat ook niet alleen, we moeten echt weten en beseffen en het eigenlijk gevoelig zijn voor de Heilige Geest om die stem te kunnen verstaan. அப்பொழுது இது தேவனுடைய தடையா பிசாசுடைய தடையான்னு கண்டுபிடிச்சுக்கணும். Dan zul je merken en zul je kunnen onderscheiden of bepaalde obstakels door God gegeven zijn of door de duivel gezet zijn. In dat tele pastor இருக்கறாங்க. In deze plek is er natuurlijk de pastor. இங்க மூப்பர் குழு உண்டு இருக்கு. Hier is een oudste groep. இந்த மூப்பர் குழுவுக்கு கீழே தான் பாஸ்டர் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். En zelfs onder de oudste groep is ook de pastor Geert natuurlijk. Pastor ஏதாவது செய்துட்டா நாங்க அவர்ட்ட கேக்குறோம். ஏன் இது இப்படி செய்தீங்க? என்னத்துக்காக இது எங்க நாங்க கேக்குறோம்? En wanneer pastor Geert bijvoorbeeld iets heeft gedaan, dan is de oudste groep meteen aan het vragen: "Oké, waarom is dit zo gedaan?" செல்ல சேச்சிகள் அது கிடையாது. In sommige kerken is dat niet zo. Want in sommige kerken zijn ze bijvoorbeeld bang dat wanneer er op de vingers getikt wordt, dat het meteen problemen komt. Maar pastor weet dat in de Bijbel ook staat hoe belangrijk de oudsten zijn. Dat is een teken van bouwen. நாங்க மூப்பர் மாற அங்க கூடி இருக்கும்போது அவருக்கும் தப்பிக்க இயலாது அவரும் எங்கிட்ட ஏதாவது கேட்டா நாங்களும் தப்பிக்க முடியாது. Wanneer we met de oudste en pastor Geert vergaderd zijn en we gaan dingen bespreken, dan kunnen wij niet onder dingen uitkomen en pastor Geert komt soms ook niet onder bepaalde dingen. நாங்க எல்லாரும் கணக்கு ஒப்புக்க வேண்டும், கணக்கு கேட்கணும். We moeten allemaal Ja, we moeten allemaal samen dingen onderzoeken en eerlijk zijn met elkaar. அதோடு கூட நீங்கள் எல்லாரும் அதாவது இங்க நிறைய குறைகள் இருக்கு. Natuurlijk zijn er hier heel veel dingen wat gewoon bijvoorbeeld minder zijn.
நாங்கள் கொஞ்சம் எல்லாருமே சேர்ந்து அதுகளை சகிச்சு கொண்டு நாம் ஆண்டவருக்குள்ள இந்த ராஜ்யத்தை கட்டுவோம். Maar laten we dat allemaal op ons nemen en gewoon het accepteren en samen bouwen naar Gods koninkrijk. நாங்கள் எங்கட போடியத்தை வந்து ஒரு ஷோவா மாத்துறது கிடையாது. We gaan ons podium niet als een show veranderen. உண்மையா ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாங்கள் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறோம். Maar we gaan met alle oprecht en eerlijkheid Gods naam groot maken. கத்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். God zal u allemaal zegenen. வேற யாராவது உங்களுக்கு இந்த சர்ச்சை குறித்து குறை சொல்லி அதை சொல்லி இதை சொல்லி உங்களை வாலிப கூட்டத்திலையும் சரி மற்ற கூட்டங்களையும் சரி உங்களை பிரிவினை உண்டாக்குவாங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அது சா தேவனுடைய தடையை நினைக்காதீங்க, அது சாத்தானுடைய தடையை நினைச்சுக்கொள்ளுங்க. Als er ooit iemand naar u toe komt die met verkeerde bedoeling of met verkeerde woorden komt, waardoor er bijvoorbeeld scheidingen kunnen ontstaan in de gemeente, of die zeggen van dat je je niet hoort of zo, dan moet je gewoon echt weten dat het niet van God is, maar dat het echt de duivel is die dat in ja. probeert te brengen. In 1 Johannes 3. Aan de 19 en in je waasje paar. Wanneer in 1 Johannes 3, vers 9 en 10. Staat er: ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Maar de originele vertaling is dat het, er staat niet dat een ieder die uit God geboren is nooit zondigt. Paavam seidu kondee irukka maatan. Maar hij blijft niet de hele tijd zondigen. அந்த பாவத்தை செய்ய விருப்பப்பட மாட்டான். அந்த சாட் அந்த தேவனுடைய அந்த விதை உங்களுக்குள்ள இருக்கா? நாம் எல்லாரும் சாயர்கள். அப்ப விதைகள் இந்த விதை நமக்குள்ளே விதைக்கப்பட வேண்டும். இந்த வசனம் எங்களுக்கு சுகத்தை கொண்டு வருகிறது. Dit is het woord wat ons genezing zal geven. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. God zal u allen zegenen. சின்ன ஒரு ஜெபம். Een gebed. நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி. Lieve Vader in de hemel, ik wil u danken voor dit moment. இங்க வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிங்க. Heere, zegent u in ieder die hier is gekomen overvloedig, Heer. யாராவது உள்ளம் உடைந்து வந்திருந்தால் இன்றைக்கு மருந்தாக உம்முடைய வார்த்தை கிரியை செய்யட்டும். Heere, als er iemand hier is gekomen met een gebroken hart, Heere, laat dit woord als een medicijn voor hem zijn. ஆண்டவரே, இவர்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது நீர் இவர்களோடு கூட போங்க. Heere, wanneer ze naar huis gaan, wilt u met hen meegaan? இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தம் இவர்கள் உணர கிருபை செய். Wanneer een ieder uit het woord leest dat ze de Heilige Geest uw stem mogen verstaan. ஆண்டவரே, அவர்கள் விரும்புகிற காரியத்தை நீங்க காண்பீங்க. இது இந்த இடத்துக்கு நான் போகிறது சரியா கூடாதா என்பதை காண்பீங்க. Heere, wilt u hen laten zien en laten horen wat als ze ergens naartoe gaan dat ze mogen weten is het goed of niet goed waar ik naartoe ga? அது வேலையா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும். Of het naar werk is of waar het dan ook is. ஆண்டவரே ஆசீர்வதிங்க. Heere, zegent u. நீர் எங்களையும் ஆசீர்வதிச்சதுக்காக உமக்கு நன்றி. Ik dank u ook dat u ons ook heeft gezegend. இயேசுவின் நாமத்தில். In Jezus naam. Amen. 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 God zegen. Daniel voor de boodschap. Dus voor zeggen we niet meer eerste waarschuwing, want dan weet je wat er, wat er gebeurt. We gaan zo besluiten. Dank voor deze boodschap. Zullen we goed moeten verwerken. Als er vragen zijn of als er gebed is. Nou, het gebedsteam staat hier altijd klaar om te bidden met u, te bidden voor u. En u mag naar broeder Daniel zelf toe gaan als u vragen heeft naar de dienst, om met hem te vragen of gebed te vragen. We gaan zo nog één filmpje, een kort filmpje kijken van Timon en Helin. En daarna vraag ik het worshipteam even naar voren te willen komen en nog met ons een slotlied te zingen. En dan gaan we de dienst mogen besluiten. Meredith, of wie er ook zit, Sigrid. Een filmpje gaat er nu komen, geloof ik, van en over Timon en Helin. Hallo, Tim en Helen.
Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Yo, lijfbeelders. De set voor de film van Tiemann en Helen, die is klaar. Boven in de Raamo-ruimte. Kom allemaal alsjeblieft. Jullie zijn van harte welkom. Tot straks. Oh, nou, dat was een bijzondere. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Meredith en Tim. We mogen nog samen met jullie een heel mooi lied zingen tot besluit. Chaka en Tim, gaat het zo? Yes. Zullen we samen gaan staan? Laat dat samen staan, dat doen, lieve mensen. Zoeknummer, hè, hoorde ik. Toch? Om te zingen. Over de paarden. Zegt ik wil zingen van mijn heiland. Dat is een lied uit... uit de vorige eeuw. Gouden ouwe. Misschien kende Johan de Heer. Wat was het andere ook alweer? Johan de Heer en... Glorieklokken, ja. Oké. Moet je nagaan hoe jong ik ben. En hoe jong Pastor Geert is. Ik wil zien. Van mijn heiland was zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Zit ik nog steeds van mijn verlosser met zijn bloed. Dat is echt old school, hè? Prachtig lied, ja, van vroeger, heel vroeger. Laten we samen de dienst besluiten. Komt daar nog een lied, een toegift? Nee, dit is het? Dit is het echt? Oké, jammer.
Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor deze dienst. Dank voor het woord dat we gehoord hebben. En mag het in ons hart zijn plek vinden. Wilt u uw Heilige Geest door ons heen doen werken. Heer, wilt u het bevestigen. En wilt u ons sterk maken. Wilt u ons leiden. En ons wijs maken, Heer, om te weten wat er op onze weg komt. En hoe we daarmee moeten omgaan. Heilige Geest, dank dat we deze week aan u mogen toevertrouwen. Maandag, dinsdag, woensdag, iedere dag van de week. Help ons om met u te wandelen en u met ons. Om dicht bij u te blijven, Heer, en niet te laten afdwalen. Niet te worden meegesleept door wat voor dingen dan ook die ons van u willen aftrekken. Vader, in Jezus' naam, we belijden uw kracht, we belijden uw blijdschap, we belijden uw vrede, uw eenheid, uw waarheid over ieders leven. Laat uw heerlijkheid, uw genade, uw genezing bij een ieder plaatsvinden. Fysiek, geestelijk en psychisch. Heren, uw genezende kracht is zo oneindig groot. Dank u daarvoor, Heren, dat door uw striemen ons genezing is gegeven. Heren, wij prijzen uw naam, we danken u. En ik beleid, Heren, met uw kinderen, met uw volk, dat de liefde van onze God en Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en die heerlijke aanwezigheid, die gemeenschap van de Heilige Geest zal zijn en blijven met ons allen totdat Jezus zal komen of wij naar hem toe zullen gaan. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Amen. This is it. Dit is hem. Dankjewel. God zegen. Koffie en thee fellowship. Kerstoefening. Don't forget. En interview Tiemen en Helin. Don't forget om dat te doen vandaag. God zegen. Ja.